De Lijfswap. Het is zondagmiddag en normale mensen die doen aan een dutje of die relaxen wat. Maar Sam beweert elke zondag te gaan fietsen met deze mannen hier. Is dat echt waar? Nee. Zo hard niet. Dat zie je toch keihard aan uw gezicht. Zo hard niet. Maar goed, we hangen eraan en we gaan fietsen, jong. Jezus, wat een rare fiets is dat. Zeg je niet, Sam, is dat eigenlijk een goede fietser? Eerlijk? Eigenlijk wel, maar hij gaat niet diep genoeg. Een oppervlakkige fietser. Ja. Hij fietst graag en hij fietst goed, maar het mag niet te lastig worden. Ja. Heb je zo tijdens fietsen al rare dingen mee je meegemaakt? Een keer op de Vaterberg, ik was gaan kijken en ik was gaan oppakken. Ik zie zo twee aankomen, ik zie zo Chapman aankomen. De ene keer Sans uit de auto aankomen, Sans uit de fiets op de auto. Hij was gewoon in de wagen gestapt, ja, de Vaterberg. Ze komt er beneden en ze direct afgestapt. Ik zal niet geprobeerd. Hellingen is duidelijk zijn ding niet. Melrose Place. Te mellen. Die was voor mij. Dankjewel. Ik was verbaasd van die demarrage daar juist. Ja. Ik had dat toch even liggen, hè? Zeg maar, man, ik vond het heel tof. Ik kan nog één keer drinken. Met mijn iced tea, zwaar bier, look-alike. Dat is tof.